Hallo, daar. mijn naam is Jennifer Marianen. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Hoe maak ik echt contact met gidsen en engelen? Uh, dit is een vraag vanuit Sacred Healing Membership. En uh, daar wil ik het uh, graag verder over hebben. Um, hoe ik dat doe. <laughs> en ik zeg er expres bij hoe ik dat doe. Want er is geen één manier. En hoe werkt dat nou, het contact met de spirituele wereld? Hoe gaat dat in zijn werk? En, en hoe kan je inderdaad um, jouw manier dan in ieder geval gaan vinden? En dat is. Door gewoon te gaan communiceren hoe je met iemand anders communiceert, maar dan tegen hun. En dat je gaat opletten, dus dat je echt present bent in de dag, um, naar wat er zich dan ontvouwt. Dus schrijf dan je intenties op, schrijf je vraag op. Schrijf, um, of, of zeg een, een soort van, he, ga in een... Een soort van rustige meditatieve houding. Eerst even zitten. Uh, en ga, ga met ze praten. In een soort van, nou, dat je bijna kan zeggen dat het bidden zou kunnen zijn. Alleen ben je gewoon aan het praten. En wat je, um, wat je fijn zou vinden. En vraag ook van. Oké, okay, ik wil heel graag contact met jullie. Um, als eerst wil ik misschien contact met mijn gids. Wie is mij? Wie ben jij? En hoe. hoe Um, geef me een teken vandaag um, als ik contact met je maak of hoe voelt dat? En misschien voel je in het moment voel je misschien een soort van energetische tinteling aan of druk of vibratie of energievibe naast je misschien rechts van je, links van je. Um, het voelt op een bepaalde manier. En dat zijn altijd die frequentieverschillen waar ik het vaak over heb. Wanneer, we, uh, wanneer ik aan de slag ga één op één in trajecten om de trillingsfrequentie te verhogen. Zodat, um, nou ja, toch al voor een bepaald soort periode, denk aan drie maanden. Dat je echt uh, een goede boost daarin hebt gehad. En dat je zoveel meer voelt en ervaart. Um, misschien uh, loop je ergens en kom je... Um, Iets van een sign tegen. En een sign moet je denken dat... Je bent aan het lopen en, de, en, en je komt opeens... Uh, je bent de hele tijd voor je aan het kijken... En opeens kijk je, um, kijk je naar de grond... En zie je voor je voeten een witte, witte veer. Weet je, ik noem maar iets. Het is best wel uh, veel ook standaard... Dat uh, de signs van veertjes en getallen en, en dingen... Um, dus zo weet je van... Oh, wacht, oké. Okay, dit is een manier waarop ze contact maken. Of... Ze maken constant contact met ons. Dus dat heb ik niet heel erg goed gezegd. Het is dat uh, de manier waarop we het kunnen accepteren, de manier waarop we het nog kunnen zien. Want het contact groeit naarmate je meer, uh, je meer tijd en energie erin steekt. Dus de, uh, dat, dat gezegd van alles groeit waar, hè, waar je energie aan geeft, dat groeit. Dat is ook niet anders dan het contact met maken met je gidsen en engelen. En Um, misschien overledenen of dieren, weet je, of planten, weet je het aardse rijk, maar zo te zeggen dat is het soort van natuurrijk. Um, en dan ga je het leren kennen. Dus net zoals dat um, dat je voor het eerst iemand hebt ontmoet, uh, of ja, gewoon uh, en dat misschien later een hele goede vriend of vriendin wordt, maar dat contact wordt ook steeds sterker of Net als dat um, misschien met je moeder of met je vader of je broertje of zusje, of broersus dat je heel telepathisch verbonden bent met een goede vriendin. Dat je, dat je eigenlijk alleen maar aan elkaar hoeft te denken en die telefoon gaat over. Um, of dat je net aan hetzelfde denkt en met je partner of nou ja zo. Dan het contact loopt veel soepeler. Um, dat is eigenlijk precies een beetje ook met je gidsen en met engelen. Um, en het contact is ook weer per soort van entiteit, als ik het zo kan noemen, weer anders. Het contact met een gids voelt ook weer anders dan het contact met engelen. Um, engelen hebben een veel hogere vibratie. Ze zijn ook echt, ze noemen het ook, ja, wij zijn allemaal puur licht natuurlijk, maar engelen zijn <laughs> echt puur licht. En het is zo interessant om. Um, Om dat te ervaren eigenlijk, hè? Hun, hun energie. En ik weet niet of jij daar al mee hebt geëxperimenteerd. Maar als ik uh, met mijn gids communiceer, is dat toch wel weer heel erg anders dan met een engel. En ik, ik uh, vraag engelen vaak meer om, um, um, om hulp, bij wijze van spreken. Nu eerst was dat vooral met behandelingen. Nu ook nog steeds hoor, met healingen en alles. Uh, maar ook heel erg met Aisha. Weet je, met Aisha vind ik het eigenlijk ook veel fijner om het... Um, engelen te communiceren eigenlijk voor haar met haar dan weer met gidsen omdat uh, het is meer wat ik overdraag en met gidsen dus met mijn gids communiceer ik echt en zeker als ik een behandeling uh, doe of dat nou op afstand is of echt zo'n lange behandeling um, in de praktijk dan uh, vind ik het heel fijn om contact met één gids te hebben. Want dan kom, komt de informatie toch wel iets duidelijker voor mij vaak naar binnen. Gewoon wat meer um, de woorden die ik beter om kan zetten. Um, ook in readingen vind ik het ook heel erg fijn wanneer ik. Um, nou ja, contact met gidsen ook maken. Ik vind het ook heel erg leuk om contact te maken met de gidsen van een ander. En hoe doe ik dat? Door gewoon naar te vragen. Het is <laughs> geen hoger wiskundige. Um, en ik heb misschien ook al vaker gezegd: ik zie het ook niet altijd door bij mensen. Ik zie sowieso niet vanuit met een blote oog gidsen of engelen of iets bij mensen. Dat zo ben ik niet hardwired om maar zo te zeggen. Um, maar vanuit het kijken vanuit mind's eye vanuit geest of vanuit je derde oog dat heb ik uh, veel meer getraind om dat te kunnen doen en zeker vanuit behandelingen wanneer ik echt in dat moment ben dus denk ook maar aan een moment dat je aan het mediteren bent en uh, aan het visualiseren bent dan kan ik veel meer dingen dus gewaar worden en dan vind ik het ook heel erg leuk dat wanneer gidsen dus op die manier in boodschappen aan mij doorgeven vanuit het energieveld van degene die ik aan het, het reden ben, om maar zo te zeggen. Uh, ik heb namelijk ook echt heel veel humoristische um, dingen meegemaakt. En dat vind ik gewoon heel fijn, vind ik heel leuk. En dat maakt het, um, maakt het ook luchtig, maakt het voor mij opeens ook weer heel erg down-to-earth. Ehm. Um, ja, heel fijn. Het maakt het heel fijn. Maar er is niet één manier. Want, net als wat ik zeg, zo ben ik niet hardwired dat ik ze vanuit mijn gewoon normale oogzicht zo kan zien. Sommige mensen weer wel. En die hebben gewoon echt wel een soort van communicatie. Een um, soort van meer face-to-face -face contact, hè? Ik zou je kunnen zeggen. Uh, nou ja, dat heb ik niet. En ik denk dat veel mensen dat dus niet hebben. En dat het daarom een soort van dingetje is. Nou ja, hoe maak je dan dat contact? Want dat wil ik ook. Dat... Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is juist de key om te gaan voelen om naar die andere dimensie te gaan. We leven in een periode waarin we. Van dimensie aan het transformeren zijn. En van dimensie transformeren is wat er innerlijk gebeurt. Is niet wat er fysiek gebeurt. Het is hoe je het waarneemt. De waarneming. Dus dat betekent dat we de trillingsfrequentie verhogen. Want op het moment dat je de trillingsfrequentie verhoogt, dus stel je voor, ook echt in die meditatieve toestand. Dan is opeens alles heel anders dan wanneer je in uh, alle heftigheid van emoties je heel erg boos of verdrietig voelt. En dan naar de wereld kijkt. Snap je? Dus een dimensieverandering is een shift in de mind. Is een shift in je zijn. En wat jij eigenlijk aan, aan energie en in informatie en jouw hogere zelf toelaat, eigenlijk. Hè? Um, dus ja, dat. En omdat we dus daar naartoe aan het bewegen zijn, is het voor ons heel erg belangrijk om dus dat stuk. Te vergroten in ons, want daarmee vergroten we collectief de energie van die transformatie in de mensie. Voor het collectief, zodat we allemaal. Um, sneller en beter mee kunnen bewegen op die transformatie. Want hoe groter de collectieve energie, de trek is naar de dimensie, hoe meer mensen makkelijker mee kunnen bewegen. Daarom zijn er altijd bepaald soort leiders nodig die ons leiden. Dus altijd die eerste mensen aan een soort van Jezus en Boeddha en, en nog allemaal andere leiders ook. Weet je wel, kleinschalig, grootschalig, maakt allemaal helemaal geen ruk uit hoor. Uh, maar een soort van, hè, je bent ook al een leider uh, door bijvoorbeeld hè, je eigen ding te doen. En je hoeft te focussen op, um, um, nou ja, op jouw manier te ontdoen van bepaalde soort stromingen van de maatschappij, snap je. Um, dat is ook al een leiderschapsenergie. Dus we hebben een bepaald soort leiderschapsenergieën nodig om de anderen de trap dat anderen die trap kunnen bewandelen en iemand moet hem, die trap iemand moet die trap maken dus je hebt altijd um, heb altijd mensen die soort van de leiding daarin nemen en uh, zodat anderen kunnen volgen en zodat anderen die kunnen volgen weer hun eigen trap kunnen bouwen He, zo werkt dat we zijn allemaal um, ja we hebben niet altijd maar één soort energie in ons je hebt een, je hebt prominente energieën. Dat uh, denk ook maar in je geboortegetal, je sterrenbeeld. En maar, hè, dus wat jij hier echt tot uiting moet gaan brengen. Maar eigenlijk hebben we alle energieën in ons, hè. Dus daar uh, uh, moeten we ons nooit echt soort van in vergissen. Alleen het is maar net of dat eigenlijk soort van je doel is. Net als, net als even voor, uh, omdat dat altijd best wel de hype is, veel geld manifesteren. Uh, het is natuurlijk hartstikke fijn hoor, begrijp ik niet verkeerd. <laughs> maar is dat echt soort van jouw purpose om te doen? Weet je, heel veel mensen die zijn producten aan het verzinnen. Of uh, um, zijn dingen aan het verzinnen om vrijheid wel voor zichzelf te creëren. En denken dat dat moet door middel van... Nou ja, een product voor gigabedragen te gaan vragen of um, heel erg uh, hard te gaan werken of, nou ja, weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval een soort van dingen te gaan manifesteren die eigenlijk helemaal niet in hun straatje passen om dat te manifesteren op die manier betekent niet dat je dat uh, en dan, dat is dus altijd de zoektocht. Betekent niet dat je dat niet kan manifesteren, maar het is een beetje de zoektocht van wat is nou eigenlijk de wens van iemand anders, wat is iemands anders energie en wat is mijn energie. Net zoals manifesteren van veel geld, dat is vaak meer voor acht energieën. Mensen die de acht energie met zich meedragen, die kunnen dat. Die hebben daar altijd soort van een oh, conflict mee met geld, maar die hebben ook uh, die supersnelle manifestatiekracht op dat gebied, uh, als, soort van, als van nature, een soort van talent kan je het soort van noemen. Hè? En andere mensen weer niet. Die zijn meer gericht op vrijheid bouwen, niet zozeer direct met geld, maar in de manier van leven, in de manier van zijn. En daardoor um, het werk doen um, met veel vrijheid. <laughs> Ik hoop dat je me begrijpt, maar het is net zoals bij wijspreken: um, een schilder die maakt. Um, je hebt schilders die kleine dingetjes maken en misschien veel verkopen voor misschien wat kleiner. Dus denk aan, ik zie hier opeens een kaart met een mooie veer erop geschilderd. Nou, die dan misschien dat verkopen. En je hebt schilders die, um, die echt inderdaad, zoals een soort van Picasso, echt, nou ja, weet ik veel, <laughs> duizenden euro's. Uh, hun werk kunnen verkopen, weet je wel. Net uh, zoals een designer van kleding of een haute couture designer van kleding. Dus da daar zit weer verschil in. En dat heeft te maken met waar jouw energie naar uitgaat. Waar, wat is jouw talent en waar, waar is jouw doel? En uh, iemand die een uh, soort van gewoon kleding zo te zaak is, gewoon kleding ontwerpt... die Um, heeft niet echt die passie voor haute cultuur. En die zal daar ook niet die richting in, in gaan. En, in, en, en die moet dat ook niet gaan dwingen, want het is niet. Die zal niet die ideeën gaan krijgen. Dus het stroomt dan niet. En iemand die oud cultuur doet, die moet zich niet gaan ontwikkelen. Om doen van om, om normaal te zijn, die moet die gekke ontwerpen lekker gaan maken en, en daar zo'n focus op leggen. In plaats van maar te denken: oh, maar laat me maar, maar mainstream zijn, want dan verkoop ik meer. Die, heeft, die moet dus juist producten gaan maken die inderdaad high-end en high sales draaien, maar voor een soort van unieker exemplaar. En dat is ook gewoon... Ik nu heel even een voorbeeld dus met kleding. Maar, maar zo is dat dus ook met de diensten die je doet. En, en, uh, en het werk wat andere mensen doen. Dat blijft altijd individueel voor ieder voor zich een zoektocht waar je in past. Dat is altijd weer met vallen en opstaan. Want zo kom je dus ook weer dichter bij je kern. Net zoals diegene die ook cultuur doet. En misschien toch een keer de uitstap heeft gemaakt. Naar, uh, nou ja, dus eigenlijk normale kleding. Dat hij merkt van, ja, ik haal het hier er gewoon niet uit. Het loopt niet, het vloeit niet. En misschien gaat het dan qua business... Misschien wel oké, okay, maar ik ben gewoon echt ongelukkig en, en ik haal hier gewoon niks uit. Ik mis iets in het leven, ik mis iets. En dat het dan toch weer terug gaat naar oud-cultuur en dat het dan in ieder geval al het begin van dat ook al, ook al is er misschien in, in het begin geen zekerheid hè, um, uh, van, van dat mensen het werk kiezen en, en kopen, is er al zo'n stroming qua voldoening in het leven en um, ja, is, is dat niet te tippen aan een soort van, nou ja, dat andere. Um, en dan kom je weer tot dus dat je weer dat punt hebt bereikt van, oh my god, dit is wat ik wil. En dan, dan beweeg je daar uiteindelijk, dan geef je meer energie naar dat pad. En komt uiteindelijk alles steeds meer tot ontvouwing als je daar ook weer de tijd voor neemt. Hè? Maar oké, okay, ik ben weer helemaal off topic geloof ik aan het gaan. Maar ik denk dat het voor sommigen wel heel fijn en interessant is om, um, nou ja, om hier... Bij stil te staan. Maar het contact, dus met engelen en gidsen. Wat nog meer een optie is en wat ik fijn vind, en dat is ook zeker, want eh, vergeet ook niet het Hogere Zelf hier mee te nemen. En dat vind ik eigenlijk een nummer één contact wat je moet hebben. Vanuit daar kan je dus altijd weer uitstap maken naar engelen en gidsen. Is het contact, dus met je Hogere Zelf. Ga mediteren ga zorgen dat je in die stilteplek kan komen en dat je wanneer je aan het mediteren bent dat je heel je lichaam kan voelen tintelen, dat je de energie voelt stromen, dat je je zwaarder voelt of dat je je lichter voelt, dat je je lichaam in je lichaam voelt. Ik kan het niet anders beschrijven dan dat. En dat je een soort van expansie voelt en dat is eigenlijk een soort van lichte druk in je hoofd. Um, misschien bij je derde oog of aan je zijkant van je hoofd of achterkant van je hoofd. Vaak is het hoofd ook een soort van punt dat we vaak de druk ook kunnen voelen. Enerzijds energetisch druk, omdat je het contact maakt. Anderzijds druk, omdat je vaak in je hoofd bent. <laughs> um, maar op het moment dat je dat eigenlijk gaat voelen en ervaren, open dan je ogen. Heel rustig. Je hebt pen en papier voor je. En ga schrijven. Ga schrijven. Zet al je intentie. gaat schrijven van: Dit is mijn intentie. Mijn intentie is om nu contact te maken met mijn hogere zelf, vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Nou ja, en ga beginnen. Kijk wat eruit komt. En is de eerste keer niks, dan is de eerste keer niks. <laughs> um, maar dat iedere keer energie geven. Um, dus schrijven is een optie. En signs, dus vragen. Vragen ook gewoon echt van: Ik wil contact met jullie. Help mij iedere dag weer een stapje dichter bij het contact maken. Maar dan moet je wel dedicated zijn. Hè? Dat is een, het is een proces dat soms wat langer kan duren. Soms met echt van die amazing breakthroughs. Dat je echt denkt: oh my god. Gewoon echt, dit contact gaat super. En dat je echt dagen hebt van: oké, okay, hallo, is iemand daar? Hallo. <laughs> dus ja, dat, um, dat is altijd weer wat anders. Uh, ik heb dat trouwens vaker ook gezegd. Je gaat niet opeens. Nou ja, dat heb ik trouwens nooit gehad. Opeens uh, horen: Hoi, ik ben Hans. En ik ga jou even vertellen wat je moet doen. Ja, dat ga je niet horen krijgen. Het zijn altijd een soort van wel stemmen in jezelf, omdat het is een um, zeker ook met, met gidsen. En dus met hogere zelf, is natuurlijk een, een, uiting, een soort van uiting van jouzelf. Um, het, het gaat heel erg door jouw energiestroming heen en heel veel contact wat ik heb gemerkt, dus sommige anderen, nogmaals, iedereen werkt natuurlijk anders en iedereen heeft een bepaald soort master talenten stel je bent heel erg goed in het communiceren met andere entiteiten, kan je ook serieus ook andere stemmen natuurlijk horen andere, andere toonhoogtes van andere stemmen, in principe omdat het allemaal door jouw kanaal heen gaat, heb je jouw gedachtestromen, stromingen. Dus is het nogmaals een energetische trillingsshift. Subtiel, die je maakt van het contact als jouw gedachte. Of dat je dat doorkrijgt maar als jouw gedachte. <laughs> lekker simpel, hè. Oh, ik hoor de ijsje even. Die ligt nu lekker te slapen. Um, maar dat is het dus. En. Um, nogmaals, dat is dus dat oefening waard kunst. Ja, ik kan het eigenlijk niet mooier maken dan het is, hè? Um, en hoe doe, ik dat verder? hoe doe ik dat verder? Schrijven en mediteren en gewoon vragen stellen. Zo doe ik het en dan voel ik het. In het begin uh, met een, een simpele ja-nee uh, antwoorden. Dus, um, en, en stel gesloten vragen, geen open vragen. Want op het moment dat je open vragen gaat stellen... Um, ik zeg dat ook vaak tegen degene hè, waarmee ik. Ik heb het misschien ook al in de podcast gedeeld, maar dit is ook echt heel erg met één op één werk. Um, dat ik dan ook echt tegen je zeg. Van, ga niet direct open vragen stellen. Je hebt een bepaald soort window van ego dat naar voren komt. En die window is gewoon extreem kort, zeker in het begin. En je rekt dan iedere keer uit. Totdat je langer in het hogere zelf energie gedeelte kan zitten en langer dat contact kan. Behouden. Op een gegeven moment komt er een bepaald punt dat je weer in ego gaat zitten. Je gaat niet op die manier. Je gaat te veel vragen stellen en je gaat het merken wanneer je te veel vragen vanuit ego gaat stellen. Want je gaat weer terug naar een ratio. En ratio is gewoon niet de plek voor dat contact. Het werkt gewoon niet. Dat is niet de frequentie. En we kunnen niet op een frequentie van FM zitten als zij, als zij uitzoenen op weet ik veel welke uh, radio Golf, je nog meer hebt, AFM en je hebt nog iets AM, gelukkig. Nou ja, in ieder geval maakt niet uit. Maar zo, weet je, ik uh, zie nu muziek staan. Je kan niet op iets, weet je wel, stel zij zit op muziek, kan ik niet op radio 538 zitten. Dan kan ik hun gewoon niet horen. Dus dat is het gewoon een beetje met ego-frequentie en hogere zelffrequentie. Ik wil niet zeggen dat ego minder is dan het hogere zelffrequentie, want ego is, vind ik, nog steeds even waardevol hier in het aardse rijk. Als het gedeelte van ons hogere zelf. We zijn niet bedoeld om altijd maar in het hogere zelf te leven en altijd maar alles soort van te weten en in die algehele vrede te komen. Want anders zouden we nooit op die manier creëren hier op aarde zoals wij moeten creëren hier op aarde. Zoals het hier bedoeld is om te creëren hier op aarde. Want anders zou het er niet zijn. Het is niet een, een, een creatie vanuit. Iets wat er mis is gegaan op die manier, zo voelt dat niet voor mij. Dat kan voor jou zo voelen. En dan moet je ook vooral bij dat stuk van jou blijven: het is niet mijn waarheid. En het is niet hoe ik het zie. Maar ik kies er ook voor om het dus niet zo te zien. Ik kies ervoor om samen te werken met het ego, omdat dat voor mij veel meer als moeiteloos voelt. Ik kies ervoor om veel meer met het ego soms mee te bewegen, omdat dat moeiteloos voor mij voelt. Soms voelt het voor mij moeiteloos om heel erg in mijn hogere zelfenergie te zitten en een periodes te hebben van die energie en dan weer periodes van die energie. En die heb jij ook. Dat zijn een soort van seizoenen waarin je een soort van in zit. Ja, dus um, soms is het ook nodig om te voelen, weet je wel, uh, van oh, wacht nu <laughs> um, moet ik echt even gedisciplineerd zijn en moet ik gewoon even niet aan mijn ego um, toekennen hè? dat uh, dat kan, en soms heb ik periodes van, oké, okay, ik moet heel even eraan overgeven en ik moet heel even dit ervaren ik moet heel even dit voelen en ik ga write it out. En ik ga wel de inzichten hierop uiteindelijk krijgen. En ik ga de antwoorden wel krijgen. En ik heb vertrouwen. Ik heb vertrouwen dat het leven mij weet je wel, dient. Mij dient. Het leven dient mij voor mijn hoogste goed. En het is niet tegen mij. Het werkt niet tegen mij. En ik doe mijn best. En ik weet dat ik mijn best doe. En ik weet dat ik geliefd ben. Zo, so let's do this. Zel dat dus gewoon met contact. Zorg dat je ook gewoon. Uh, dus he, gesloten vragen gesteld in het begin, zodat je een simpele ja-nee kan krijgen. Ik begin ook met: van, Nou, um, help me mijn dag. Nee, even kijken. Ik geef altijd een beetje het stomme voorbeeld van: Is het nu het moment dat ik uh, beste boodschappen doen, kan doen? Of zal ik dat toch maar even in de avond doen? Ja of nee? Nou, voel het maar. Um, is het nu uh, tijd om. Uh, of stel het regent. En eigenlijk is tijd voor je wandeling. Is het toch wel even goed om een wandeling te doen of kan ik beter thuis blijven. Voel maar. En, en hè, dan voel je ook van oké, okay, kan ik beter nu naar buiten gaan? Ja of nee? Voel maar, weet je wel. En, en zo ga je steeds meer het contact maken. Zet wel iedere keer best is voor jezelf en wel iedere keer even een intentie uitzetten. Hey, ik wens nu wel contact met mijn gids, of ik wens nu wel even contact met een engel, of ik wens nu wel even contact met mijn hogere zelf en dan de vraag te stellen. Zet wel eerst even je lijntje uit, om maar zo te zeggen. He, je gaat ook niet. Um, uh, jij moet ook als je naar mij wil luisteren, dan moet je ook weer even de podcast aanklikken. Of stel je hebt mijn telefoonnummer. <laughs> je denkt hé, hey, ik bel jen even op. Um, dat gaat niet. Weet je bel Ja of je telefoon kan dat. Weet je. Bel jen en dan gaat hij bellen of zo. Um, maar anders moet je ook een handeling, dit is alsnog een handeling, je moet altijd een handeling doen voordat je contact maakt met iemand hier, dat is ook niet anders in het spitswede rijk. <laughs> je moet alsnog ook, hè, het uitspreken maakt het wel wat soepeler, um, alleen de gedachte al maakt al contact, hè, maar het maakt het krachtiger en wat standvastiger. Wanneer we ook daadwerkelijk iets uitspreken. We hebben ook okay, het niet voor niets meegekregen dat we kunnen praten en dat niet alles op um, nou ja, meegekregen. Dat is Geloof ik zo ontstaan omdat we misschien helemaal niet meer um, telepathisch werden of konden. Dat we daar al vanuit de dimensie niet meer daarin zaten of in die dimensie zaten. Maar we kunnen zeer zeker telepathisch zijn. Maar ja, let's be honest, we zijn gewoon nog niet. Altijd op die plek. Dus laten we dat ook verder niet gaan proberen of uh, nee, ja, wel proberen, maar niet forceren. Spreek het gewoon even uit of schrijf het op. En het, mijn mening, het werkt gewoon wat krachtiger. Ik begin soms <laughs> misschien kwijt fluisteren als er wat mensen bij je zijn. Ik heb me daar al, uh, ik heb het al iets meer mijn eigen kunnen maken en. en Soms doe ik het ook gewoon waar de bij is. En dan uh, zegt hij of wat zei je wat? Dan zeg ik nee, niet tegen jou. <laughs> oh, lekker raar te zijn. Uh, heb ik nog iets meer? Ja, ik denk voor nu even niet. Ik denk dat voor nu dat, uh, dat je hier gewoon mee aan de slag kan gaan. Ik vind het hartstikke leuk als je nog een vraag hebt. Een verdiepende vraag misschien hierop. Stel die en dan kan ik er misschien weer even wat dieper op ingaan. Het is natuurlijk het is niet echt een gesprek wat ik voer. Dus um, ik kan hier, weet je wel, het is altijd een soort van eenzijdig wat ik nu even deel. Maar echt als je vragen hebt en, en een soort van de verdieping wil gaan. Dan kan je me altijd een vraag stellen. Dan kan ik kijken of ik die kan meenemen. Sommige vragen, ja, zul je zijn ook gewoon echt een beetje persoonlijk. En, en daarvoor adviseer ik dan ook echt: um, doe een reading bij me. Ga kijken of daar de mogelijkheden nog toe zijn als ik dat nog doe. Uh, ik heb, geloof ik, in ieder geval wel nog de um, direction call erop staan um, als aanbod. En um, hoe heet dat? Uh, voor uh, het Sacred Healing Membership. Uh, daar staat ook altijd vrij om mij vragen te stellen. Maar dat is pas uh, in december. Gaan die deuren pas weer open? Maar uh, misschien kan ik wel. Hè, je kan het ook even laten weten via een mailtje. En dan kan ik je op de wachtlijst zetten. Weet je, misschien wil je er dan over, over nadenken. En dan kan ik ook even nadenken. Wat ik ook verder met het membership wil. In ieder geval. Wat het ook is. Als het echt persoonlijk is. Uh, ja, weet je. Traject zou ik altijd adviseren, het is wel echt life changing, life changing in de manier waarop je alles waarneemt en dan echt voor een periode, weet je, het is niet dat je even naar de fysio gaat of een fijne, weet je, wellness uh, massage bij wijze van spreken of acupunctuur, zelfs acupunctuur vind ik dat je meerdere malen moet gaan, um, maar je bouwt een soort van iets op. Je bouwt iets op in de energie, je bouwt iets op in die intentie waarmee je gaat. En ik vind de drie maanden echt een soort van minimum. Uh, tot ongeveer zes maanden. Weet je dat? Uh, ja, dat. <laughs> en uh, ik heb ook wel wat mensen nu gesproken. En uh, sowieso vind het ook wel heel erg spannend wanneer ze bij mij willen starten. En dat vind ik ook hartstikke goed, want dat, het is ook. Uh, spannend, want je weet gewoon niet op die manier wat er gaat gebeuren en het is gewoon exciting. Het is ook, ja, je, krijgt er, je wordt er ook enthousiast van. Um, maar ook dat sommigen denken: van ja, juist in, in een wat drukkere periode past dat wel. En je moet dat altijd, mijn antwoord is altijd: voel dat voor jezelf aan. Ik ga niemand ooit dwingen, want dat voelt voor mij niet goed. Ik wil dat wanneer iemand naar mij toe komt, is dat ook echt vanuit. Toewijding, dus dan is die klik er ook gewoon echt. Uh, en dan is dat vertrouwen er ook. Of in ieder geval welwillendheid voor vertrouwen. En op het moment dat. Ja, dan, gebeurt, dan komt er gewoon magie. Ik kan het niet anders, uh, anders uitleggen dan dat er iets gebeurt dat magisch is. Wat ik altijd terugkrijg: mensen doen nog zoveel cursussen en, en dingen ernaast. En opleiding en werk en huis, gezin, druk. Maar toch is er rust. Omdat alles valt, valt samen. Ik kan je ju juist, kan ik je eigenlijk in die drukkere periodes. Kan ik je juist heel goed door die drukte heen leiden. En je aanwijzingen geven wat, eigenlijk, wat je wil. Hè, communicatie met het universum, met engelen, met goddelijke helpers, met je gidsen. Dat ga ik je meer duidelijk laten, laten maken hoe zij met jou communiceren. Zelf kom je er ook, zeer zeker. Maar dat is in ieder geval ja, weet je. In ieder geval mijn specialiteit. Ik weet dat ik dat voor je kan betekenen. Ik weet dat ik dat voor je doe. Um, dus uh, ik weet dat ik dat in een traject doe. Dus vandaar zeg ik dat er natuurlijk wel bij. Hoewel ik altijd en weet hè, dat je. Dat je alles zelf kan doen. Je krijgt altijd mensen op je pad om een bepaalde processen te versnellen. En als dat in je vermogen ligt, kan je die accepteren. Kan je daarvoor gaan. Kan je dat vertrouwen hebben. Uh, en je kan er ook gewoon voor kiezen. Nou, dan hè, voor nu heb ik gewoon even mijn periode dat ik dingen alleen moet uitzoeken. En dat is ook goed. Want die periode heb ik ook gehad. Ik heb periodes dat ik mensen. Om, weet je wel, uh, uh, dat mensen op mijn pad komen. Dat ik mensen mag accepteren. Dat, dat ik naar mensen toe mag gaan. Ik heb periodes dat het er even een soort van radiostilte daarin is. En daarin heb ik ook gewoon niks anders dan overgaan, hè, me daaraan over te geven. Um, maar er is altijd een soort van een stuk vanuit dat ego, wat dan weer uh, ja, niet altijd zo lekker meewerkt. Op het moment dat jij iets gaat doen, steltrek bij mij ik nog even als voorbeeld, dan gaat dat ego toch al een beetje stijgen. Waarom? Omdat er is in de toekomst energie, wanneer je dat pad volgt, altijd weer een soort van veranderingen. En dat voelt gewoon heel spannend aan. Um, er is altijd een verschil tussen dingen spannend aanvoelen en dingen die nog niet op de juiste tijd zijn. Dat ze zoveel spanning eigenlijk veroorzaken van oké, okay, dan maar niet. En dan kan je ook beter even wachten ermee. Uh, misschien is het niet je juiste tijd. Misschien komt er iets of iemand anders op je pad dat veel beter klikt. Dat kan. Maar heel vaak is het ook. Je voelt al iets dat er transformatie uh, plaatsvindt. En het ego wil daar alles aan doen. En haalt ook alles uit je rugzak van alle herinneringen. Om het niet te doen. En om jou daarin angstig te maken. Nou, dat is altijd echt waar. Ik vind het zelf ook zo zwaar vervelend wanneer dat gebeurt. En dat is toch weer die trillingsfrequentie. Die je dan op een gegeven moment. Als je weer terugkomt bij jezelf. Die meditatie. Die stilte gaat opzoeken. Je voelt wanneer het de juiste tijd is. Van oké, okay, ga ik er toch in mee? Ga ik toch voor die verandering? Ga ik toch voor dat traject? Ga ik toch voor die cursus? Ga ik toch voor, nou ja, wat je ook trouwens wil gaan doen? Ga ik toch voor die vakantie? Ik kan ook vakantie zijn. Of kan ik het beter even wachten? Wat voelt als liefde? Wat voelt als rust? Wat voelt als mijn intentie die ik heb uitgezet? Soms evalueren we trouwens ook hè, vergeten we te evalueren naar de intenties die we hebben uitgezet. Kijk gewoon even welke intenties je hebt uitgezet. En wat komt daarmee overeen. Nou, ik hoop in ieder geval dat het je helpt. Dat het je um, wat meer duidelijkheid geeft. Dat je weer even een soort van inspiratie of wat uh, nou ja, tools hebt om ermee aan de slag te gaan met de communicatie. En dat je ook voelt van. oké, okay, <laughs> ik ga gewoon contact maken. Met mijn engelen. En het gaat me lukken. Ik ga gewoon contact maken met mijn gidsen. Het gaat me lukken. En ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. Ik ga vragen stellen. En ik wacht op het antwoord. En iedere dag kom ik steeds een stapje dichterbij. Nou, heel veel succes. En altijd leuk wanneer je het laat weten wat je ervaring is. En hoe jouw contact eigenlijk verloopt of gaat verlopen. Nou, hele fijne dag of avond verder toegewenst. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!